Wij moeten het idee hebben dat het nog steeds beter kan. En dat we daar met z'n allen, industrie en overheid, elke dag voor moeten knokken. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat het gebeurt. We doen het goed, maar we willen het nog beter doen. Zo'n calamiteit als Macondo zal hier nooit plaats kunnen vinden. Welkom bij Aardgas Update. Vandaag helemaal over de vraag welke lessen de Nederlandse gas- en olieindustrie kan trekken uit de ramp van april vorig jaar in de Golf van Mexico. Nogepa en het staatstoezicht op de mijnen komen met aanbevelingen. April 2010, de Golf van Mexico. Een explosie op het drijvende boorplatform Deepwater Horizon van contractor Transocean. In opdracht van BP bezig met een boring in de zogenaamde Macondo-put in 1500 meter waterdiepte. De gevolgen? 11 doden, 17 gewonden en 640.000 kubieke meter olie in zee. 4 miljoen vaten. De grootste milieuramp in de Verenigde Staten. Totale schade? $30 miljard. Verlies aan beurswaarde? $54 miljard. En de oorzaak van de ramp? Een aaneenschakeling van technische en menselijke fouten. Verkeerd cement, een blow-out preventer die niet werkte, mensen die niet adequaat reageerden. De regering Obama geeft daarna de opdracht om 3500 al afgesloten putten opnieuw en beter te beveiligen. Belangrijke vraag natuurlijk, kan zo'n ramp ook bij ons gebeuren? Nou, zo'n calamiteit als dat we vorig jaar in Amerika hebben gezien, kan zich in die omvang niet voordoen. In Nederland is nauwelijks sprake van oliewinning. 90% is gas. Bovendien stellen operators hier veel hogere eisen aan het equipment en de mensen. Verder werken we hier volgens een doelstellende wetgeving, wat meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de operators oplevert. In Amerika is nu de overheid bezig om gedetailleerde regelgeving te schrijven. En wij zeggen van wij doen dat niet. Maatschappijen vertellen ons op een aantal punten hoe jullie het in de toekomst beter en wat uniformer willen gaan doen. Een grote mate van zelfregulering dus. Bovendien zijn de omstandigheden hier heel anders dan in de Golf van Mexico. Het boorplatform bij de Macondo-put in de Golf werkte op een diepte van 1500 meter. De Noordzee is meestal 30 tot 50 meter diep. Daar ging het om een drijvend boorplatform. Hier staat een rig op poten op de zeebodem. De BOP, de Blowout Preventer, staat hier goed bereikbaar op het platform. Daar 1500 meter onder water. Bovendien hebben putten hier een veel lagere druk. Een ramp zoals in de Golf kan hier redelijkerwijs dus niet gebeuren. Toch heeft de E&P-sector haar verantwoordelijkheid genomen. Want veiligheid is een ongoing process, waar je van elke situatie weer kunt leren. 14 Nogepa-werkgroepen zijn daarom aan de slag gegaan. Met resultaat. Uit de analyses die wij gemaakt hebben van wat er misging bij de Golf van Mexico, hebben we acties op 4 terreinen in beweging gebracht. Allereerst training en competentie van mensen om handelend op te treden tijdens een calamiteit. 2. Ontwikkeling van een serie standaarden voor ontwerp en boren van putten, plus de apparatuur die erbij hoort, zoals een BOP. 3. Bridging document. Vastleggen van verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen, zoals oliemaatschappijen, boorcontractors en de service-industrie. Ten slotte 4. Vastleggen van procedures bij een ramp. Dat was op zichzelf wel een heel uniek gebeuren, waarbij je al die ervaring samenbracht en gebruikte om te komen tot een verdere ontwikkeling van standaards voor onze industrie. Een van de aanbevelingen is het uitgebreide trainen van mensen. Vooral in het herkennen van risicofactoren bij een boring. Bijvoorbeeld in simulaties. Competentie van de mensen die is hier een heel belangrijk hoofdstuk. Dat was ook een van de dingen die we uit de Golf van Mexico hebben geleerd.
We moeten competente mensen hebben, dus mensen die weten wat ze doen. En als ze ergens met elkaar gaan samenwerken, dat ze ook voor de tijd met elkaar afspreken hoe ze het werk gaan aanpakken. Heldere afspraken dus over taken en verantwoordelijkheden. Ook daar kan de simulator bij helpen. Dit centrum is daar geknipt voor. Hè. We hebben eigenlijk een soort situatie die gelijk is als wat mensen op hun werk aantreffen. En daar kun je ze mee laten spelen. En dan kun je dingen met opzet mis laten gaan. Om die mensen te laten zien dat ze probleemoplossende methodes hebben waarmee ze de zaak onder controle houden. Bij de Macondo-ramp zijn ook nogal wat technische tekortkomingen geweest. Zoals een BOP die niet goed werkte. De Nogepa-werkgroepen hebben ook naar die technische aspecten gekeken. Een van de activiteiten is dat er een document is gemaakt met standaards voor het ontwerp van putten, het boren van putten en het completeren van putten, om dat op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier te doen. Daarnaast is er nog een nauwkeurige omschrijving gemaakt van de technische eisen aan blowout preventers. Een derde punt wat daaruit is voortgekomen, dat boorprogramma's die door maatschappijen gemaakt worden, dat die door een onafhankelijk deskundige worden beoordeeld, opdat hij daar toch met een ander gezicht en met een ander ooghoek naar kijkt en mogelijk daar nog wat vergissing uit kan halen om ervoor te zorgen dat dat zo goed mogelijk gebeurt. Een ander advies van Nogepa is het houden van oefeningen. Komend voorjaar bijvoorbeeld een grote calamiteitenoefening, levensecht, door ENP-operators, samen met contractors, milieuorganisaties, overheden, hulpverleners, media enzovoort. De wereld om ons heen die verwacht niet minder. Die verwacht van de olie- en gasindustrie dat ze hun werk doen zonder calamiteiten. Het zit hem niet in de techniek. Het zit hem allemaal in hoe ga je met elkaar om. We moeten altijd alert zijn en altijd ervoor zorgen dat we het op een zo veilig mogelijk en goede manier doen. De ingang die je nu hebt bij elkaar zal zeker ook weer leiden tot verdere samenwerking. Met name ook om de veiligheid verder te verbeteren. Dit was Aardgas Update. Kijk voor meer details naar de andere items van deze aflevering. Tot ziens.